Hoi vissen, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk de abonnees. Ben je nog geen abonnee? Klik even op het buttentje. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Mocht je suggesties hebben, ideeën hebben, dan hoor ik dat graag via latistic6924@gmail.com. Dan gaan we nou beginnen met sterrenbeeld vissen. Laatste teken van de dierenriem wordt geregeerd door Neptunus. Waterenergie. En sorry vis, de kaarten vielen op de grond. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. We gaan kijken wat het universum voor jullie in petto heeft voor de komende anderhalve maand. We zitten al bijna aan Sinterklaas en de tijd gaat snel. Het is bijna het einde van het jaar. En we gaan even kijken wat de energieën voor sterrenbeeld vissen op dit moment. Sterrenbeeld vissen universum. Ik had graag de beste kaarten, de meest heldere kaarten van sterrenbeeld vissen. Hoe is het met onze vissen op dit moment? Wat is belangrijk? Wat is belangrijk voor sterrenbeeld vissen op dit moment? Wat is de meest belangrijke boodschap voor sterrenbeeld vissen op dit moment? Oké. Vallen drie kaarten uit. De acht van zwaarden. De wereld omgekeerd en de geliefde omgekeerd vissen. We gaan nog even verder kijken. 10 van staven. Dan de 6 van staven rechtop. De zonkaart omgekeerd. En de ridder van pentakels. De ridder van pentakels is de langzaamste ridder van het dek. De ridder van pentakels doet er oneindig lang over om op de plek van bestemming te komen. Het paard, zoals je ziet, staat bijna stil. En, maar als hij er is, dan brengt hij ook iets heel stabiels. Dus je moet heel lang wachten op de ridder van pentakels, maar dan komt hij. En dan, als hij er is, dan geeft hij ook iets wat niet meer weggaat, zal ik maar zeggen. Dus we gaan nog even een andere rij doen. De koning van zwaarden omgekeerd is luchtenergie. Ik zag net ook al bij de maagd luchtenergie. En de koningin van zwaarden. Normaal gesproken is dit een power couple. De koning en de koningin van zwaarden. Waterman, tweeling of weegschaal energie. En de koning en de koningin van zwaarden liggen allebei op zijn kop. Dat kan zijn dat jullie geen goede communicatie hebben. Dat je niet op één lijn zit met de communicatie. En alhoewel je wel een overwinning wil behalen met deze persoon vissen. Denk ik dat je... Ik zie hier ook met de lovers reversed. Betekent ook een verwijdering. Niet samen zijn met je soulmate. Dit betekent op zijn kop ook geen keuze maken. Er wordt geen beslissing genomen. En de wereldkaart op zijn kop wil ook zeggen een nieuwe cyclus die begint. Maar die cyclus die omgekeerd betekent het dat het stagneert op een of andere manier. Het is niet go with the flow. Het is anders. Dan hebben we hier schorpioen, waterman, stier en leeuwenergie. De vier vaste tekens. Dus het kan zijn dat je met één van deze tekens te maken hebt. Ja, je wil graag antwoorden, je wil graag helderheid, maar de zon ligt op zijn kop. Dat betekent wolken voor de zon. Het kan zijn dat je gewoon niet tot elkaar komt vanwege de slechte communicatie. De koning en de koningin omgekeerd betekent niet op één lijn zitten, niet tot een harmonische communicatie komen. En dan de magier op zijn kop wil ook zeggen dat je allebei... Kijk, de magier rechtop betekent hij is in alignment met zijn hogere zelf. Hij kan alles manifesteren wat hij wil. Maar de magier omgekeerd... wil zeggen, be careful what you wish for. Want het kan zomaar zijn dat je iets manifesteert wat je niet wil hebben. Omdat de magie, dus communicatie, en misschien heeft het ook te maken met je eigen communicatie vissen. Met de dingen niet zien zoals ze werkelijk zijn. Dit betekent ook niet helemaal scherp doorhebben hoe het zit.
En vooral het beeld van de ander. Het beeld van de ander zie je heel, zie je wat vertroebeld, denk ik. Misschien heb je ook het idee dat deze persoon met andere mensen iets heeft. Of, maar ik heb het idee als je naar antwoorden zoekt, die vind je niet bij deze persoon. Die vind je in jezelf, vissen. Het is belangrijk om een zelfreflectie te doen de komende tijd. Deze persoon geeft jou niet de antwoorden waar jij op zit te wachten. En dat komt gewoon omdat het denk ik meer op een ruzie uitdraait dan op een harmonische communicatie. Dus ja, als je antwoorden wilt, lieve vissen, dan moet je ze in jezelf zoeken. Omdat het is niet mogelijk om op één lijn te komen. Ik had dit net ook al met de maagd. Misschien wil je het niet weten. Misschien wil je wel tot een oplossing komen. Maar ik denk dat deze connectie niet op één lijn zit. Dus ja, het ligt niet op één lijn. En dat heeft te maken gewoon dat je allebei... En misschien reageer je ook wel vanuit angst, vissen. Hè? Er is weinig vertrouwen. Als je toenadering zoekt naar iemand, dan betekent het dat je ook moet geloven wat deze persoon jou zegt en dan niet een eigen verhaal van maken. Dus als je antwoorden zoekt, moet je ze binnen in jezelf zoeken. Ja, dat is niet makkelijk voor ons, lieve vissen, want je bent heel gevoelig. Maar je kunt dit niet pushen, vissen. Dat kan niet. Je kunt dit niet pushen, want... dan zal deze persoon zich steeds meer van je verwijderen en terugtrekken. Dus ik zou zeggen, alle antwoorden die je in november en december wil hebben van iemand anders, moet jij bij jezelf gaan zoeken. Dus het wordt tijd voor meditatie, naar binnenkeren, reflectie. En dat was het voor jullie, vissen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!